leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Kef Rijdsmensen, de enige echte natuurlijk. Ik ben hier weer in Energylandia, dag nummer 2 hier vanuit het prachtige park. En het eerste wat ik eigenlijk vandaag heb gedaan, mensen, waar ik de dag heb gestart, dat is hier bij Abyssus. En ik was letterlijk de eerste hier bij deze attractie van dag. Nou, daar ben ik op zich best wel blij mee, want gisteren heb ik heel erg veel moeite moeten doen om een frontzie te kunnen krijgen. En nu is het me gelukt omdat ik de eerste was, dus daar was ik best wel blij om. 2 keer zelfs, want ik kon blijven zitten, we konden blijven zitten. Nou, dat, normaal gesproken kan dat hier nooit in Energylandia. Ook al zijn er lege plekken, je mag absoluut niet blijven zitten. Maar nu, ik weet niet wat voor buizen waren. Misschien omdat het nog 10 uur 's ochtends was, dat ze dachten, nou oké, vooruit voor deze keer. Maar ja, 2 ritjes Abyssus, mensen. Dus ja, dat is lekker wakker worden, zou ik zeggen. Nou mensen, we gaan natuurlijk gelijk door. En waar gaan we mee door? Zadra natuurlijk. Zadra staat hier redelijk dichtbij in de buurt. En je hebt dus dit park in 2 delen is het opgesplitst. Er zit een weg tussen. En daaronderdoor gaat een tunnel. En tussen bijvoorbeeld hier en laten we zeggen Hyperion zit ik denk toch zeker wel 10 minuten à kwartier lopen. Dus ja, dat was even een flink stuk lopen vanaf de ingang om hier eigenlijk te komen. Dus eigenlijk helemaal achter in het park is dit. En nou, als je daar natuurlijk gelijk om 10 uur naartoe gaat, dan is het nog rustig. Dus mensen, dat is eigenlijk een gratis tip van mij. Ga naar achter het park, want daar is het dus 's ochtends nog vroeg. Eigenlijk is dat natuurlijk in elk pretpark zo. Kijk, alle mensen, weet je zelf ook wel, 's ochtends vroeg, die pakken de eerste de beste attractie die ze zien. Daarom zijn dat ook vaak de drukste attracties. Gelijk aan het begin van de dag, dus ga altijd achterin naar het park. Dan is het nog lekker rustig. Eerste half uurtje meestal, tussen 10 en half 11. Is het lekker rustig. Ja, de zenuwenmuziek is echt verschrikkelijk. Zadra, goedemorgen. Ja mensen, dit park staat eigenlijk vol met achtbanen waarvan je er ook van een paar denkt van god, waarom staan ze hier? Wat is het voor armoe? Nou, dit is er eentje van. Frida heet die. En ik heb hem vorig jaar gedaan, puur voor de coaster credits. Nou, weet je, daar gaat het me vandaag niet om de coaster credits. Ik sla dit soort baantjes lekker over. Want ja, weet je, ja, hiervoor hoef je niet naar Polen te reizen. Oh ja, kijk, zo zien we dat graag, mensen. Mensen, en lekker even wat gegeten te hebben, Abyssus en Zadra te hebben gedaan, gaan we door naar het andere gedeelte van het park. Ja, waaronder mensen, hier Formula,
Toch echt wel een heerlijk baantje hoor. We pakken hem gelijk even mee. Ja mensen, we gaan naar het volgende gedeelte van het park na de Formula, wat echt een fantastisch ritje was. Wel kort, maar krachtig. Wel iets te lang voor gewacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar mensen, we hebben hier een hele leuke vrije valtoren staan. En dit is echt, echt een hele leuke vrije valtoren. Hij ziet er misschien niet heftig uit, maar je hebt echt enorm van die frimmel-piemel feelings, weet je wel, in deze attractie. Een soort Tycho, maar dan in het groot. Dus daarom is hij zo leuk. Dus die ga ik zeker zo meteen even doen. Ja mensen, we hebben hier de pijnlijkste attractie van het park. De spinning coaster. Nou, voor de mensen die de vlog vorig jaar hebben gezien, die weten dat deze echt, echt heel erg pijnlijk is. Ik ga hem wel doen. Puur zodat ik jullie kan meenemen. En ik weet niet of het een beetje op beeld over te brengen is hoe pijnlijk deze attractie is. Maar hij is heel pijnlijk, kan ik je vertellen. Er gaat ook gewoon helemaal niemand in. Ja, weet je, ik vind het niet gek. Mensen, is zo niet soepel. En jullie weten het, ik vind het echt niet erg om in een onsoepele attractie te zitten. Maar zodra een attractie pijn gaat doen, en deze attractie doet pijn, want je wordt echt gewoon keihard tegen de kant aangedrukt met je hoofd, omdat je van die schouderbeugels hebt, word je echt heel erg er tegenaan geknald. Ja, dat doet gewoon heel erg veel pijn. En dat is de reden waarom deze attractie niet leuk is. Dus voor mij mogen ze hem weer weghalen, dit rolding. Maar deze mensen wordt wel heel leuk, dus ik kan jullie meenemen op de... God, hoe heet dat ding? Excremen dinges. Nou, we gaan het meemaken. Oh, weer zo'n zigzag wel geen mensen. Die moet je helemaal doorlopen, hè. Je hebt geen shortcut, niks. Zo mensen, dat was de vrije valtoren. Nou ja, jullie hebben niet echt het gevoel kunnen hebben wat ik natuurlijk had. Maar wel een prachtig mooi uitzicht over het hele park.
Nu ga ik naar de volgende attractie, Mayan. En gisteren was ik hier ook en toen kon ik heel de Fastpass rij niet vinden. Het zit gewoon letterlijk hier. Hier heb je de Fastpass ingang. En wat ik wel heel grappig vind, hè mensen. Je kan hier zo overheen of zo tussendoor. Of weet ik wat. Het is eigenlijk heel slecht dat hier geen medewerker bij staat. Maar ja, je weet natuurlijk nooit of ze hier ergens nog kunnen pakken. Maar ja, ik ga natuurlijk hier even gebruik van maken. 12:40 kun je er dan in met een Fastpass. Zo mensen, we gaan een rondje maken in de Hyperion. Oh ja, ik neem jullie even mee met de GoPro. Want mijn camera ligt al in het kluisje. Maar die wachtrij, ja, is in principe niet heel bijzonder of zo. Doen we een klein beetje denken aan ja, een soort Space Mountain-achtig, weet je wel. Ja mensen, als er één ding is waar Energylandia goed in is, dan is het wel lange wachtrijen maken. Want jezus, je moet echt een hele halve marathon lopen. Voordat je in de attractie zit, dat is bij Sadra ook al zo. Moet je kijken, hier moet je helemaal zo in een soort spiraal naar boven gaan lopen. En je raadt het al, die moet je zo meteen ook weer naar beneden gaan lopen. Ja, dat is oprecht het leuke mensen aan Energylandia. Is dat het is op zich heel rustig.
Je kan letterlijk zo instappen in Hyperion. Dat had ik niet verwacht. Alleen voor front row, waar ik nu eigenlijk wil gaan zitten, staat op zich wel een redelijk lange rij. Maar omdat die wachtrijen dus zo lang zijn om door te lopen, voelt Sadra en Hyperion. Sadra is al helemaal lang. Als je dat helemaal moet uitlopen, ja, dan ben je al zeker 5 minuten bezig met alleen al die wachtrij doorlopen. En aangezien je niet mag blijven zitten, is Quanten, ja, is een halve marathon lopen. Wat ook leuk is, mensen, ze hebben hier heb je dus een soort splash effect. Alleen die staat uit. Ja, waarschijnlijk alleen in de zomer of zo, maar het is wel leuk dat het erbij zit, maar het staat uit. Baga! Mensen, dat was de Hyperion en ja hoor, frontseatje, lekker man. Gisteren backroadje, vandaag frontroadje. Ja, ik moet je wel zeggen, achterin is hij wel beter. Maar ja, voorin heb je natuurlijk een mooie uitzicht. En ik heb ook opeens te nadenken wat ik beter vind, Hyperion of Honda. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat dus lastig. Ik weet echt niet welke van de twee ik zou kiezen. Omdat ze alle twee gewoon echt iets heel goeds hebben. Maar voor nu zou ik dan qua airtime misschien toch Honda zeggen. Maar ze zitten dan echt zo dicht bij elkaar, moet je zeggen. Want ze zijn echt allebei hele goede banen. Nou, hierachter zien jullie een armoe rapid. Ik heb nog nooit zo'n armoedige rapid gehad. Ze hebben er twee in het park. Ze hebben deze en ze hebben er nog eentje, nog wat kleinere variant. Echt zo'n AliExpress variant. Ik heb ze vorig jaar alle twee gedaan. Ik sla ze dit jaar over. Want ik vind het echt gewoon... Nee, is gewoon echt geen reet aan. Nou, ik was aan het rennen, mensen, voor de Extreme Energylandia show. Nou, ik was echt gewoon voor mijn neus ging die deur dicht. Dus ja, later op de dag ga ik hem nog wel doen. Want ik hou vaak wel van shows. En ja, dit is een soort stuntshow. En volgens mij is dit best wel een goede stuntshow. Dus dat komt later in de vlog. Nou, wat je daar ziet, mensen, dat is het waterpark wat dicht is. En een leuk feitje, ze gaan dus nog een waterpark hierbij bouwen. Ze zijn dus op dit moment bezig om een extra waterpark te maken. En twee hotels. Dus er komt één hotel komt zeg maar aan de achterkant van het park. En er komt een hotel hier waar ze aan het bouwen zijn. Ik dacht gisteren, wat zijn ze aan het bouwen? Nou, hier komt dus een hotel. Dus er komen twee hotels. Voor zover ik weet hadden ze nog helemaal geen hotels in het park. Er komen nu twee gloednieuwe hotels. Maar ja, ze zijn natuurlijk bezig met de zevende zone. Daar zijn ze mee bezig, wat volgend jaar ook gaat. En dus dat extra waterpark. Dus het is echt, die uitbreiding hier is zo bizar. Maar ik hoop echt volgend jaar, en anders misschien, weet ik van wanneer, hier naartoe te kunnen. Want ja, waterpark vind ik ook hartstikke leuk. Nou, we gaan nu naar de volgende attractie. Dat is deze. Hij heet de Speed. Ja, daar gaat hij. Ook een hele leuke attractie. Het is eigenlijk een soort, je kan het eigenlijk een beetje een soort vergelijken met Poseidon in Europa Park. Alleen deze is wel soepel. En deze is een heel stuk hoger zoals je kan zien. Ik denk dat hij 1,50 meter hoog is. En natuurlijk met zo'n hele bijzondere lift. Dus ik neem jullie mee.
ik ben echt verzopen gewoon, verzopen. Oh my god mensen, ik ben in tijden niet zo verschrikkelijk nat geweest. Ik ben echt zeik, omdat ik echt zeik nat geworden door deze attractie. Kijk mijn broek, je kan het op mijn broek, kun je het heel goed zien. Hier, zeik nat, ik droog nooit meer op vandaag. We'll be right back.
mensen, dat was de een of andere stuntshow hier in Energylandia. Ja, ik vond het oprecht een hele vette show. Een paar dingen wat heel vet is. Eén, dat ze überhaupt een show doen. Twee, ze vullen gewoon volle capaciteit. Iedereen zit op elkaar, in elkaar, gewoon op een tribunetje naar een show te kijken. Dat is oprecht iets wat ik heel erg heb gemist. En ja, ten derde mensen, het heeft een beetje die Disney vibes, weet je wel, met motors, action, stunt show. En natuurlijk de show in Movie Park, die ook hartstikke leuk is. Dus ja, ik heb het oprecht gemist, want het is voor mij al 2 jaar geleden dat ik zo'n show heb gezien. En hier draait hij gewoon. En het was nog eens een hele goede show ook, moet ik zeggen. Het was echt continu achter elkaar. Volgens mij duurde die show 1 kwartier, 20 minuten. Dus het valt op zich wel mee. Maar het is achter elkaar door. Gewoon alleen maar stunts en racen. En op 2 wielen rijden. Wat ik altijd heel erg vet vind. Dat vind ik echt heel knap dat ze dat kunnen. Op 2 wielen rijden. En vrachtwagens, mensen. Gewoon vrachtwagens met een uitstoot waar je u tegen zegt. Heel het park staat gelijk blank, weet je wel. Maar ik vond het fantastisch. Je merkt het al aan mij. Ik vind dit soort dingen hartstikke leuk om te zien. En ik ben sowieso een showman. Ik hou heel erg van shows kijken. En dit was dus gewoon fantastisch. Ik ben blij dat ik het even heb gedaan. Hij draait 3 keer op een dag. En het zijn ook echt allemaal mensen die dat allemaal doen. En het zijn bepaalde mensen die doen volgens mij letterlijk elke show hier in het park. Ze stonden aan het einde van de show stonden ze ook allemaal handtekeningen uit te delen. Dat soort dingen. Ik denk, ik ken heel die mensen niet. Dus mij boeit het verder niet. Maar ik vond het wel grappig, weet je. Het zijn, leuk. Eerst een keer een show gezien. Tevens hebben we ook een shop met allemaal merchandise van de show. Ze verkopen ook t-shirts en dan op de achterkant staat zeg maar allemaal handtekeningen van die stuntmannen. Dus ja, dat is ook wel leuk als je daar interesse in hebt, dan kun je dat kopen. Überhaupt mensen, merchandise in het park, dat is echt wel goedkoop. Je betaalt hier voor een t-shirt, betaal je 10 euro ongeveer. Normaal gesproken in een pretpark betaal je ongeveer het dubbele ervoor. Dus ja, het is hier gewoon heel goedkoop. Eten is hier goedkoop. Merchandise is hier goedkoop. Tenminste, het is betaalbaar. Polen mensen. Ja, jammer dat het zo ver rijden is, maar anders had ik hier vaker naartoe gegaan. En die skyline ook mensen, het is toch fantastisch. Mensen, en na een ritje Zadra, eigenlijk 2 ritjes Zadra die ik nog heb gedaan, 2 ritjes Abyssus, zit het er alweer op mensen. Het is alweer 6 uur, het is ongelooflijk hoe snel die tijd vandaag ook weer is gegaan. En tevens, mijn tripje zit weer op mensen, mijn tripje. 2 parken in Duitsland, 2 parken in Polen en een kermis in Frankrijk, kermis Lille. Mensen, ik heb er weer van genoten. Ja, het is heel snel gegaan allemaal. Als het leuk is, gaat de tijd natuurlijk altijd snel. Hier vanuit Polen mensen, vanuit Energylandia, ga ik de vlog dus weer afsluiten. Ja, dag 2 mensen. Dit park, je moet wel echt 2 dagen hier naar dit park gaan. Tenminste, ik raad het je aan om 2 dagen te gaan naar Energylandia als je een keertje gaat. Want als je echt alles gezien wil hebben, heb je echt wel 2 dagen nodig. Ik heb alles prima kunnen doen. Het was ook lekker rustig. Het was vandaag rustiger dan gisteren. Het was vandaag dinsdag, gisteren was maandag. Perfect mensen. Nou, volgend jaar kom ik hier uiteraard weer toe naar terug. Want ja, hè mensen. Hier staat nog een achtbaan. Die gaat volgend jaar open. En ja, daar wil ik natuurlijk ook naartoe. Ik ben best wel benieuwd naar het nieuwe gebied. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar Energylandia. Hoe het er bij wijze van spreken over 10 jaar uit zou zien. Want volgens mij wordt het dan echt nog 2-3 keer zo groot als het nu is. Dus ja mensen, nogmaals bedankt voor het kijken. Doe in elk geval een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Ik vond het in elk geval hartstikke leuk. Abonneer natuurlijk op dit kanaal. Check even de linkjes in de beschrijving. Abonneer op Kevreis. Abonneer ook even op Foos. Linkjes zit ook in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En waar dat zou zijn, dan gaan jullie vanzelf weer zien. Het zal ook van niet vanuit Polen zijn. Hey, doei!
muziek.